laat schijnen de zon over het land. Zie kijk de zon bijeen. Bewaar steeds de pit die erin zit. Mooier is er geen één, één, één. We zijn vandaag hier bijeen om het 45-jarig jubileum van de Zonnebloem afdeling Zundert te vieren. U weet dat de Zonnebloem er vooral voor is om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen eenzaam zijn. Daarvoor brengen wij u als gasten heel vaak een bezoekje. Of wij nodigen u uit voor een uitstapje, net zoals vanmiddag, zodat u met elkaar iets moois kunt meemaken. Of dat u met elkaar eens wat lekkers kunt eten. En vooral ook met elkaar een beetje gezellig buurten, want dat is ook heel erg leuk. Maandag 15 oktober viert Zonnebloem afdeling Zundert haar 45-jarig bestaan. Dit heugelijke feit wordt gevierd met een gezellige middag in het cultuurcentrum Zundert, waar zowel vrijwilligers als alle gasten zijn uitgenodigd en die de hele middag worden bezig gehouden met leuk entertainment. We hebben hierover een gesprek met Tony Verhoeven, een van de bestuursleden van de plaatselijke afdeling Zonnebloem. En zou graag willen weten wat voor activiteiten heeft de Zonnebloem in Zundert. De belangrijkste activiteit van de Zonnebloem Zundert is dat we de mensen die dus thuis zijn, ziek, zwak, hulpbehoevend zijn of door een handicap eigenlijk meer aan huis gebonden zijn, die regelmatig een bezoekje brengen. En dan hebben we nog wat uitstapjes natuurlijk en dat is dan deze middag, maar dat is maar één keer op de 5, 10 jaar. Ik weet van het van de drank kan het niet doen. Ik weet precies tot hoever ik moet gaan met drank. Goed meneer. Ja. Ik heb daarvoor iets gehad. Ik weet precies dat ik moet stoppen. Het platte mijn bek gehad. Dus. Ik ga tegen. Meertse Dreef niet te vergeten, waar de mensen ook heel erg graag mee naartoe gaan. En dat is maar een middag, maar juist die middag. Bezoekjes vinden de mensen heel erg leuk. Er is een diversiteit aan uitstapjes, hoor ik wel. Hoeveel gaan er dan ongeveer mee? Hoeveel gasten? Dat hangt een beetje af, maar zo op een 50 à 60 gasten mogen wij altijd wel rekenen die meegaan. Hoeveel vrijwilligers heeft de Zonnebloem Zundert? 70, 72. En die moeten ergens bepaalde eisen voldoen? Moet van mensen houden. En tijd hebben is eigenlijk nog niet eens noodzakelijk. Want het blijkt dat de mensen die eigenlijk geen tijd hebben, dat die zich toch vrij kunnen maken bepaalde uurtjes om met mensen te gaan praten. Mensen hoeven geen verpleegkundige opleiding te hebben ofzo, of wel? Er zijn, als wij uitstapjes maken, dan hebben wij altijd heel erg graag, en eigenlijk is het een beetje verplicht, dat de verpleegkundigen meegaan. En zeker in de vakantieweek, dan moeten er verpleegkundigen, ja, A of B, precies weet ik het niet, maar die moeten daarbij zijn, anders mag je niet gaan. Er zullen ongetwijfeld kijkers zijn die geïnteresseerd zijn in de Zonnebloem. Hoe kunnen die zich aanmelden? Liefst dat ze zich zelf aanmelden of de familie, dat ze zich bij een van de bestuursleden, en dat is misschien een beetje moeilijk, maar in het boek van Zundert, waar alle verenigingen in staan, daar staat ook de Zonnebloem bij. En bel naar het bestuurslid dat daarin staat, of ja, iemand kent toch al licht iemand van de Zonnebloem, laat het gewoon weten. Maar het hoeft ook geen familie te zijn die zich aanmeldt. Thuiszorg die tot ontdekking komt van, oh, dat zou voor deze meneer of mevrouw iets zijn. Laat het gewoon weten. Wij houden het wel in de gaten, maar wij weten niet alles. Wij zien zelfs van de overburen niet dikwijls of ze het nodig hebben, ja of nee. En niet iedereen wil graag bij de Zonnebloem zijn. Je kunt wel met een rollator over straat lopen, maar dat wil niet zeggen dat jij tot gast van de Zonnebloem gerekend wil worden. Dus laat het zelf horen. Iemand die wel gast wil worden, die moet contributie betalen elk jaar? Nee, nee, nee. Bij de Zonnebloem is er geen contributie. Maar de uitstapjes, die worden gewoon betaald. En een bijdrage dus eigenlijk bijna volledig betaald. Het moet volgens de gewone norm zijn dat mensen die dus niet bij de Zonnebloem zijn en ergens naar een schouwburg gaan, die betalen ongeveer dezelfde prijs. Soms betaalt het hoofdbureau bij, soms hebben wij een sponsor waarbij we iets kunnen doen. Maar over het algemeen wordt er wel een bijdrage gevraagd. Dank je.